Goedenavond beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Omdiep TV. In deze uitzending laat Wendy ons zien hoe moeilijk het is om met een rolstoel over de Amsterdamse straatweg te rijden, vertelt Jessica Bosman over haar vensterbank en bewonderen we de kerstversiering van Freek Links. Veel kijk- en wijkplezier! Dank u wel. Wendy Keller laat ons zien dat rijden met een rolstoel over de Amsterdamse straatweg niet meevalt. Wendy, wat ben je vandaag aan het doen? Ik ben samen met de wethouder op stap om de wethouder te laten ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten en de Amsterdamse straat erop te gaan. De hindernissen tegen te komen en ja, nu onder andere in het openbaar vervoer. Hoe ging dat? Nou, in dit geval ging dat heel erg goed, maar vaak gaat dat ook niet goed. Je hebt altijd hulp nodig en niet elke buschauffeur zit erop te wachten. Dus ja. Kom je veel hindernissen tegen op de straatweg? Behoorlijk. Met name de fietsen die op de stoep staan, uithangborden. Echt van alles. Zo ernstig dat ik soms het fietspad op moet. En ja, daar rijden mensen zo hard. En dat is gewoon heel erg eng. Dan, ja, letterlijk met gevaar voor eigen leven. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om het hier rolstoelvriendelijker te maken? Ik denk dat sowieso de stoep goed nagekeken moet worden en een beetje opgehoogd. Maar ook dat er goed gekeken moet worden naar de hoeveelheid fietsen die er zijn. En dat die een goede plek krijgen en niet allemaal over de hele straatweg verspreid staan. Ja, ik ben het. Hoe heb jij de wethouder zover gekregen dat hij ook in een rolstoel ging zitten? Nou, ja, dat is heel erg leuk. Onlangs was er een soort inspraak in een informatieavond over een Amsterdamse straatweg. Ik ben vrijwilliger bij de buurtwerkkamer en hij kwam ons daar alle als vrijwilligers ophalen. En toen hij meeliep, zei hij al, god, dat is toch best lastig, hè, zo'n rolstoel. Toen heb ik gezegd, ja, maar dat kun je pas eigenlijk echt ervaren als je zelf in een rolstoel zit. Dus en toen heb ik hem gezegd, nou, ik daag je uit om dat eens te proberen. En ik had het niet helemaal verwacht, maar hij is de uitdaging aangegaan. En nou ja, jullie hebben kunnen zien, hij is ook in de rolstoel gaan zitten om het te ervaren. Dus dat is ontzettend interessant vooral. Leuk, ja. Wat ga je nu doen met hetgeen wat je vandaag of vanmiddag hebt meegemaakt? Nou, als je hier de Amsterdamstraatweg gaan we natuurlijk aanpakken, opnieuw inrichten. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, wat minder voor de auto. En beter, dat je beter kan oversteken. Maar wat we hier vandaag meemaken, dat geldt voor de hele stad natuurlijk, dat het met de toegankelijkheid echt nog wel beter kan. En we hebben komende zaterdag een stadsgesprek in de stad Schouwburg hierover. Met allemaal organisaties, maar ook ondernemers, horeca, middenstand. Om hierover met de stad in gesprek te gaan. Want het gaat ons allemaal aan. Maar de gemeente heeft zeker ook een taak. En ik zou ook willen oproepen aan mensen die bijvoorbeeld hun fietsen op de stoep zetten. Als je dit gezien hebt, denk de volgende keer na hoe je je fiets zo kan neerzetten dat anderen er niet zoveel last van hebben. Dat is, ik ervaar het als heel lastig om mijn weg te vinden. Ik bestel best lastig. Ja, gelukkig zijn mensen wel. Zijn er nou ook nog andere straten in Omdiep waar je problemen ervaart? In winkelcentra, we staan hier op de Plantage. Overal kom je wel weer borden en fietsen en obstakels tegen. Winkels die zo volgestouwd staan met spullen dat je nergens langs kan. Dat je overal hulp moet vragen terwijl dat eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Ja, je komt het overal tegen. En overigens niet alleen in Omdiep, maar in de hele stad. Ja. Ik hoop wel dat hij nu gezien heeft waar ik tegenaan loop. Waar niet alleen ik, maar ook andere rolstoelgebruikers tegenaan lopen. Niet alleen ik in mijn rolstoel, maar ook weer mensen met een rollator of een andere beperking.
Ik hoop dat hij ziet dat er wat met de stoep moet gebeuren. Dat er wat moet gebeuren met al die fietsen die overal staan. En winkeliers die hun borden overal neerzetten. Ik heb in ieder geval, hoop ik, laten zien dat het niet altijd even gemakkelijk is om met je rolstoel de Amsterdamse straatweg over te gaan. We zijn in de Distelstraat en we kunnen het niet zo heel erg goed zien wat er staat in de vensterbank. Dus we gaan even aanbellen. Goedemorgen. 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 Wij zijn van Ondiep TV en we zien uw prachtige vensterbank. Mogen we even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Ja? Kom binnen. Ja hoor. En ik heb er allemaal. Hetgeen wat u in de vensterbank heeft staan, heeft dat een reden? Nee, nou dit heb ik wel al... Deze blijf ik eigenlijk wel al een poosje hoor. Dus nee, dit heeft geen reden. Nee. Het is mooi, puur omdat u het mooi vindt. Ja, omdat ik het gezellig vind. Ja, weet je, dit is. De hond ligt altijd naar buiten te kijken. Dus dit is het leukste voor de hond nog. Kan ze ook naar buiten kijken. Ja. Normaal heb ik alles versierd, mijn hele raam. Maar ja, dan kan zij niet naar buiten kijken. Vind ik ook zielig. Ja, toch? Ja. En u bent wel een beetje van de bling-bling, denk ik, hè? Ja, heel erg. Ja, valt het erg op? Ja. Ja, ik hou er wel van, inderdaad. Ja. Heb ik van mijn moeder, denk ik. Die houdt daar ook erg van. Dus ik ben hier geboren en getogen in dit wijk. En wij zijn gewoon gek op. U heeft hier altijd gewoond? Ik heb altijd met mijn ouders in de Seringstraat gewoond. Dus twee straten verder. Ja, ja dat heb ik. En toen ik 15 was, is mijn vader overleden. En toen heeft mijn moeder een nieuwe man gekregen. En die heeft het huis hier verderop, twee deuren verderop gekregen. Dus het is hartstikke gezellig. En ik heb één zus, die woont hier gelijk om de hoek. Dus we zitten allemaal bij elkaar. Er was een nieuwe muur gemaakt, ook helemaal gezellig. Kacheltje erin. Daar zijn de gek op. Wat leuk. Ja, toch? Ach ja. Waar koop je deze spullen? Nou, die is gewoon tweedehands. En dat koopt me aan via Marktplaats. En dan pimpt hij het op. Ja, dan is het ook niet zo duur allemaal, hè? Ja. Ja. Dus, en dit is gewoon allemaal van hout. En dan gaat hij zelf helemaal mooi van die dingetjes erin maken, schilderen. Dan, u heeft uw eigen Bob de Bouwer in huis? Ja, wel. Ja, hij kan echt alles. Ja. Ja, behalve stukken door, maar verder kan hij alles. Ja. Ja. Nou, maar kan ook hoor. Ja. En alle attributen die er staan, of alle accessoires, waar koopt u die? Nou, dit is allemaal van mijn schoonmoeder. Die is 5 jaar geleden overleden. En mijn schoonvader wilde het niet meer. Dus nou heb je toch het gevoel dat ze er nog een beetje bij is. Ja. Net als alle ballen die in de boom hangen, zijn ook eigenlijk allemaal van mijn schoonmoeder. Ja. Ja. Dus, het ziet er ook inderdaad heel prachtig uit. Nou, echt dank heel u wel hoor. Ja. Dank u wel. Ja, ja. Als je thuis komt, moet het gezellig zijn. Ja, toch? Ja, vind ik heel belangrijk. Ja, klopt. Okay. Ik zie hier een mooie steen staan. Ja. Wie is dat? Wat betekent dit? Dat is een foto van mijn vader. En mijn vader is al 27 jaar dood, dus toen waren de foto's ook nog niet zo heel mooi. Dus mijn man heeft dat uit laten vergroten en in een steen laten zetten. Ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Ja. Zit er toch altijd een beetje bij. Ja, ja toch? Dus daar heb ik normaal de kaarsje achter staan. En nu heb ik dan de krans van mijn schoonmoeder erachter liggen. Ja, is dat gezellig? Ja, ja toch? Heb je het gevoel dat iedereen een beetje erbij is? Ja. Heb ik toch altijd wel hoor. Jawel, die beschermt me wel. Oké. Okay. Dat gevoel heb ik Want wel. Dit staat er altijd, niet alleen met kerst. Nee, deze staat er altijd. Maar normaal staat er altijd een kaarsje achter. Ja. Ja. Zelf gemaakt? Nee, hebben we laten maken. Maar dat was wel heel toepasselijk op ons gezin, vond ik. Dus ja, want er is hier heel veel liefde in dit huis. Dus dat is zoiets. Nou, vinden we een leuke tekst. En Hans en Jessica, Donnie en Ashley. Wat het hele leuke is, dat onze zoons heten allebei Donnie. Ja. Hij leerde elkaar kennen. Nou ja, ik heb een zoon die heet Donnie. Die is 3. Nou, hij zegt, dat is heel leuk. Ik heb ook een zoon, die heet ook Donnie. En die is 7. Dat is wel heel toevallig, hè? Heel toevallig, ja. Dus toen ik zwanger was van een dochter, hebben we nog even getwijfeld om de Donna te noemen. Maar dat hebben we maar niet gedaan. Nee. Nou, dan komen je duo dan. Ja, ja, ja. Ja, nee, we zijn heel gelukkig allemaal met elkaar. Ja. Je hebt heel veel wit in huis, hè? Ja. Heeft dat een reden? Nou, ik vind verruimd heel erg lekker. En het staat lekker fris. Ik ben gek op wit. Maar ik had op een gegeven moment alles wit. En dan wordt het wel erg steriel, hoor. Dus we willen een tegenkleur, dus hebben we bruin genomen.
Maar ja, nee, ik vind het voel mij daar prettig bij. Als alles donker is, dan word ik depressief van. Ja. Dat moet ik niet hebben. Dus nee, ik, heb, ja, ik vind het lekker. Ja, ik ben zelf schoonheidsspecialist, dus ik ben meestal ook in het wit. Ja, staat lekker fris, vind ja, ik. Ja, ja, toch? Klopt. Hoe vind je het om in deze wijk te wonen? Ja, ik heb eigenlijk hier heel gelukkig gevoeld. Ik heb een hele periode op de Westbroekse Binnenweg gewoond. En dan was ik gewoon, ja, dat vereenzaamde ik. Dus ik was heel gelukkig toen ik dit huis kreeg en weer terugkom. Ja, ja, ik voel me eigenlijk prettig hier. Dat zeg ik, ben hier geboren en getogen. Ik zou hier echt niet weg willen. Nee. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ja? Jullie ook bedankt. Oké. Okay. Het heeft hier een prachtige verzameling. Hoe lang staat het landschap al? Nou, het landschap dat staat vanaf eind oktober. Dan beginnen we met de opbouw van het frame en dan, ja, dan gaan we verder. Ja, ik zou wel eerder willen beginnen, maar dan krijg ik een beetje protest van de andere kant. Het is allemaal een houten constructie. Ja, en dat doen we iedere keer verandering hem weer een beetje. Dit jaar is dus de tram erbij gekomen. Ja, en ja, dat vind ik toch ook wel leuk, zo'n tramtje erbij. Nou, vorig jaar was de kabelbaan. Ja, en dat jaar daarvoor heb ik deze trein erbij gekocht. En uiteraard ja, huisjes. Maar ik heb nu met mevrouw afgesproken, als ik één nieuw huisje koop, moeten er twee weg. En anders, ja, het wordt ook een beetje uit de hand anders, hè. Hoe lang bent u hier maar al mee bezig met deze hobby? Nou, ik denk toch zeker nog een jaar of 10. Ja. En het is ook besmettelijk, want mijn kinderen hebben het nu ook al. Ja, die, mijn zoon, mijn dochter en mijn andere zoon, die hebben allemaal huisjes staan. En ook, ja, ze vinden het gewoon leuk en de kleinkinderen ook. En waarom bent u hier nou mee begonnen? Nou, dat weet ik eigenlijk zelf niet. Ik vond het gewoon leuk. Het was liefde op het eerste gezicht, wil ik niet zeggen, maar ik vond het ontzettend leuk. En het, ja, je doet het thuis, dus je hoeft de deur niet uit als je het eenmaal binnen hebt. Dus elk jaar is er een ander landschap? Ja, ik probeer het wel, ja. Ja. Maar ja, het is ook een vrij kostbare hobby. Want ja, ik wil eigenlijk niet opscheppen wat het kost, maar het is heel veel geld. Ja. En doet u dit nou allemaal alleen of samen met uw vrouw of andere mensen? Mijn vrouw geeft aanwijzingen. Ja, maar ze mag er niet aankomen, maar zeg je? En ze geeft commentaar, ja, uiteraard. Voor nou ook, ja. Dan komen er nou ook mensen echt voor de ramen staan kijken? Ja, ja, je ziet regelmatig dat ze lopen en dan even stilstaan. Ja, of kinderen voor de ramen. Nou, dan laat ik ze altijd af en toe even binnen, want dat vind ik wel leuk. Ja, dus, ja, het is gewoon geinig en je wil altijd wel laten zien wat je hebt. Vind ik. En heeft u nou een voorwerp wat u zelf het allermooiste vindt? Nee, ik vind het allemaal mooi. Ik vind het allemaal mooi. Kijk, een van de mooiste die hier staan, maar die hield er vandaag mee op. De draaimolen. En ja, ik heb nou geen tijd om het even na te kijken, dus ik heb hem maar gewoon laten staan. En welke is het oudste? Kunt u zich dat herinneren? Oeh. Nou, de oudste verdwijnen meestal naar mijn kinderen toe. Kerk. Oh ja, die. Dat is dan een collectors item. Ja? En die heb ik gekocht voor €60. En die staat nu op internet voor €135 te koop. Ja? Die is ook niet meer te koop, alleen maar wat er loskomt bij mensen die, die stoppen met de verzameling. En hoe lang blijft dit nou staan? Dit blijft staan tot 6 januari. Dat is drie koningen, hè. En dan gaat de kerstboom eruit en dan, gaat, ja, dan gaan we gewoon even weer een schoon schip maken. Nou, bedankt dat we hier even binnen mochten komen en het allemaal mogen zien. Ja, graag gedaan. Ja. Dit was het weer voor deze week. Ondiep TV is nog steeds op zoek naar verslaggever. Wilt u ook verslaggever worden? Meld u zich dan aan via onze website. En namens de hele redactie van Ondiep TV wens ik u hele fijne kerstdagen toe. Tot een volgende keer.